Dus om met het eerste thema te beginnen. In die gesprekken kwam naar voren dat op het moment dat je gaat innoveren, dat eigenlijk, en dat heeft u vanmorgen ook gehoord, een business case leidend laten zijn, dat is niet de meest optimale manier, zou je kunnen zeggen. Uitgaan van efficiëntiewinst, uitgaan van een klein beetje effectiviteitswinst, dat is eigenlijk niet het kader waarin je dat kunt gaan doen. Dat leidt wel tot efficiëntiewinst en tot effectiviteitswinst, maar dat is eigenlijk niet het juiste framework voor innovatie en al helemaal niet in het kader waarin we daar net over hebben gesproken. Dus de regels en sturen op regels en op behoud en op het verbeteren van de bestaande business case, dat is niet primair de beste inzet. Dus dan moet je een visie hebben. En bij elk van deze dingen is het zo dat sommige van die mensen die hebben dat en heel veel van ons hebben geen visie. Of sommige mensen hebben een visie op een bepaald terrein, maar niet op een ander terrein. Dus het is niet zo dat ik hier een verhaal sta te vertellen dat we nu allemaal visie hebben. Elk van deze sheets is een grote uitdaging en niet een oplossing. Dus dat betekent dat als ik in een organisatie heb en ik ben te klein en we hebben het heel erg druk en we krijgen het alleen maar drukker en ik moet dan plotseling een visie hebben, ja, dan is dus de vraag niet, ga ik die morgen krijgen? Nee, die ga ik niet morgen krijgen, maar hoe organiseer ik dat proces? Dus heel veel van deze sheets, als daar staat, werken vanuit een visie is handiger, dan is het niet zo dat we ervan uitgaan dat iedereen een visie heeft. Maar de vraag is dan wel, wat is een visie en hoe operationaliseer ik dan? Hoe compenseer ik voor het feit dat ik dat misschien niet van nature of zelf niet heb of in mijn organisatie niet? Het tweede thema wat daarbij aan de orde was, was dat als ik dan ga innoveren en een business case is niet leidend, dan zou je een visie op innovatie moeten hebben. Dus dat betekent eigenlijk dat je moet weten waarom je innoveert en daar kom ik zo meteen nog op terug. En dat is eigenlijk contrair, een klein beetje contrair aan ad hoc innovatie. Dus tot nu toe konden we innoveren omdat we iets tegenkwamen of we lazen iets of we waren op een bezoek in het buitenland geweest of iemand in de regio of ergens anders in Nederland die heeft iets, dat past ons en vervolgens doen we dat. Omdat het lijkt niet oninteressant en misschien lijkt het eigenlijk wel bij te dragen aan de strategie van de organisatie. Maar dat wil nog niet zeggen dat u dan een visie op innovatie heeft. En in de gesprekken met bestuurders kwamen we erop uit dat je zou kunnen zeggen dat een visie op innovatie hebben betekent dat je weet waar je organisatie over 10, 15 jaar staat. Ongeveer. Om een voorbeeld te geven, ik was met een verpleeghuis in Nederland bezig aan een strategische verkenning en die heette Zorggemeenschap 2.0. Dat verpleeghuis moest bezuinigen. Ze zijn met alle professionals rond de tafel gaan zitten om te kijken van wat hun werkelijke, wezenlijke basiszorg nu echt kostte. En dat bleek op dat moment al 5 of 10% meer te zijn dan het geld wat ze hadden. En toen moesten ze gaan bezorgen. En dat betekent dus basiszorg, betekent mensen uit bed halen, onder de douche zetten, mee naar de stad nemen en ontbijten en lunchen. En dat was eigenlijk al te duur. En op het moment dat je basiszorg eigenlijk al te duur is, dan heeft het echt niet zoveel zin om dan sneller te gaan werken. Of hetzelfde te gaan doen. Je moet dan iets fundamenteel anders doen. En we kwamen erop uit dat Zorggemeenschap 2.0 een heel ander soort van organisatie zou zijn, waar vrijwilligers veel structureler en op een hoger niveau geïntegreerd zouden zijn, maar waarbij ook de dialoog tussen de klant en de vrijwilliger zou gaan bepalen hoe het zorgproces in elkaar zat. En dat vereiste een volkomen andere indeling van het facilitair bedrijf, intensief gebruik van ICT, maar het was eigenlijk een heel andere organisatie. Nou, dat is een beeld van een organisatie neerzetten voor over 5 of 10 jaar, waar dan vervolgens allerlei verschillende soorten van innovaties aan gaan bijdragen. Dus het gaat er niet zozeer om, in de gesprekken die we hebben gehad met bestuurders, dat we maar kleine nieuwe dingen blijven doen. Wat interessant is, is dat op het moment dat we een visie hebben op waar die organisatie naartoe moet, dat die kleine dingen die je op allerlei verschillende terreinen in de organisatie doet, heel langzaam bij gaan dragen aan dat ene doel. En er ontstaat een soort van onderlinge synergie. En natuurlijk, als we het over innovatie hebben, dan zou dat een innovatie kunnen zijn in uw financiële administratie. Waarbij u op een hele andere manier aan het werk gaat met verslaglegging of met rapportages. Op een hele andere manier mensen zelfstandig maakt in uw organisatie, doordat uw managementinformatie op een andere manier verspreidt en daardoor plotseling een enorme efficiëntiewinst haalt. Dus dat was één thema. Een tweede thema waar we het over gehad hebben is de enorme diversiteit aan innovatie. Innovatie is een beetje een verleidelijke term. Eigenlijk is het niet eens een term die centraal staat in het werk van InfoZorg, maar goed, dit is een gespreksverslag. Kijk, innovatie is een verleidelijke term omdat als je hem uitspreekt dan denk je dat je weet waar het over gaat. En dat is eigenlijk niet zo. Je zou kunnen zeggen dat innovatie as such, als zodanig, dat niet bestaat. En dat je steeds weer opnieuw moet kijken wat is het dan voor soort van innovatie en waar vindt die plaats.
Wij hebben gekeken naar de verschillende soorten van innovatie. En één daarvan is dat innovatie een aspect heeft waarbij mensen steeds met nieuwe ideeën komen. Dat mensen die ideeën in kleine prototypes moeten gaan uitproberen en daar eens naar kijken. Dat mensen dan die prototypes in pilots met patiënten moeten gaan uittesten. En als dat allemaal werkt, dat we dan eigenlijk gewoon eraan toe zijn om te kijken van nou kunnen we in onze organisatie, in de breedte van onze organisatie met al onze patiënten, een nieuw soort van dienstverlening starten. Wat is er nou interessant aan dit model? Want als ik het zo uitleg, dan is het heel erg triviaal. Dan denk je, ja, zo zit dat in elkaar. Nou ja, wat er interessant is, is als je deze fases echt onderscheidt en je plaatst de verschillende activiteiten in je organisatie elk in die fases, dan ontstaat er een enorme helderheid. Want dat betekent dan dat we eigenlijk dat wat we bedenken kunnen scheiden van dat wat we doen. Heel vaak is het zo dat we in een organisatie een aantal mensen hebben die steeds met nieuwe ideeën komen. En het argument is dan van ja, dat kan wel, maar we krijgen daar geen financiering voor. Of onze patiënten willen dat nu niet, of onze cliënten willen dat niet. Of onze organisatie kan dat niet. Maar het is eigenlijk nog maar een idee. En in dit idee-stadium stoppen we het dan eigenlijk al af. Maar dat is eigenlijk niet reëel, want het was maar een idee. Het is een suggestie. En in de fase van de suggesties gelden er hele andere criteria dan in de fases van de uitvoering. Dus op het moment dat ik die idee al stop, omdat ik denk dat ze ooit bij grootschalige implementatie helemaal niet zullen werken, ja, dan stop ik eigenlijk een hele interessante bron. Ik stop een aantal mensen in de organisatie die bereid zijn om mijn toekomst vorm te geven. Die stop ik, omdat ik ze voortdurend, je zou kunnen zeggen, deprimeer. En zeg van ja, nee, maar dat gaat toch allemaal niet werken. En ik stop ook eigenlijk, zal ik maar zeggen, de vernieuwing en de cultuur van innovatie in mijn organisatie. Dus het interessante daarvan is dat je eigenlijk, als je kijkt naar die innovatie, ziet dat er een verschillende stadia in zitten. En daar kom ik straks nog op terug, dat in grotere instellingen al die stadia tegelijkertijd bestaan. Niet noodzakelijkerwijs in kleinere instellingen, maar wel in grotere instellingen. En op het moment dat je structureel innovaties gaat doen, dat ik dus permanent aan het innoveren ben, bijna op elk aspect van mijn bedrijfsvoering de komende 10, 15 jaar, in de richting van iets wat volledig anders is dan wat we vandaag hebben, dan moet ik eigenlijk een oog hebben voor die hele keten van innovatie. Ik moet eigenlijk een beetje zien waar we naar aan toe zijn. En misschien heb ik maar één heel groot uitrolproject. U hoorde vanmorgen van censuren 700 of 1000 iPads. Ja, dat is veel iPads, zal ik maar zeggen. Dat is een vrij groot project. Daarvan zou je kunnen zeggen dat zijn we aan het uitrollen. Het gekke daarvan is dat we dat eigenlijk helemaal niet aan het uitrollen zijn. Want we weten nog helemaal niet precies wat het doet. Het is allemaal zo snel gegaan dat je eigenlijk nog niet kunt zeggen van wat levert het nou op. En toch zijn we al op die schaal bezig. Dus je krijgt een soort van mengvorm. Maar tegelijkertijd moet ik dan alweer weten, ik ben bezig met die iPad, maar welke 5 of 10 of 30 of 40 nieuwe ideeën hebben we ergens, zijn we over na aan denken. En van die 5 of 10 of 20 of 30 ideeën zijn er misschien 3, daar gaan we eens mee spelen. En misschien zijn er 2, die ga ik met patiënten uitproberen. En dan heb ik misschien over 3 jaar de volgende grote implementatie van een innovatief traject. Dus op het moment dat je naar die komende 10, 15 jaar kijkt, dan zijn we eigenlijk voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën. En dat zijn we eigenlijk hier vandaag aan het doen, maar dat doe je met je collega's en dat doe je in allerlei verschillende gremia. En in grote organisaties gebeurt dat intern en in kleine organisaties wat meer in het netwerk. En de vraag is dan, hoeveel van die nieuwe ideeën gaan bijdragen aan mijn visie? En welke daarvan ga ik wanneer op grote schaal implementeren? En dat onderscheid, dat leidt ertoe dat je op elk van die fasen andere criteria hebt. Dus in de eerste fase heb ik het criteria, is het een goed idee of niet? Is het verrassend? Zou het iets kunnen bijdragen? Op het moment dat ik een beetje ga klungelen, dan ga ik zeggen, is het überhaupt maakbaar? Maar maak me nog geen zorgen over wat het met patiënten doet. Is het überhaupt maakbaar? Ik zal u een voorbeeld geven, maar dat heeft niet zoveel te maken met de chronische zorg. Wij maken nu met een paar patiënten van een iPhone een apparaat waarmee Parkinson-patiënten kunnen blijven lopen. Dus in zo'n kleine iPhone er zitten 60 verschillende sensoren. En een paar patiënten van ons die kijken of een paar van die sensoren kunnen gebruiken, dat als een patiënt een iPhone in zijn zak heeft en hij loopt en hij begint als het ware te stokken, dat die iPhone dat voelt en vervolgens een audio cue geeft waardoor die patiënt verder kan lopen. Nou, in het begin maak ik me helemaal geen zorgen over die patiënt. In dat stadium zijn we nu. We hebben nu net uitgevonden dat dat kan. Dus dat zo'n iPhone dat kan, dat je dat op het been kunt doen en dat hij op het juiste moment een audio cue kan geven. Dan gaan we ons vervolgens gaan we nu, dat is eigenlijk een klein beetje het geklungel, het prototype. En nu gaan we eens kijken of we met een paar patiënten daarmee aan het werk kunnen. Nou, dat duurt ook weer maanden. Nou, dat soort dingen gebeuren niet zo vaak, maar als dat gebeurt, dan moet je niet nu al gaan zeggen, ja, maar wat betekent dat dan in termen van beheer? Wat betekent dat in termen van de business case? Wat gaat de verzekeraar daarmee doen? In dat stadium zijn we helemaal niet. Het gaat hier over structurele innovatie. Dus op het moment dat we op managementniveau
structureel gaan nadenken over innovatie, dus we gaan innovatie managen, dan moeten we oog hebben voor die verschillende aspecten, die verschillende energieën zou je bijna kunnen zeggen, in innovatie en elk zijn ruimte geven. Maar op het moment dat iemand een goed idee heeft, is het ook niet meer dan dat. En als we denken, goh, we gaan wat doen met dat idee, dan gaan we er een pilot van maken, dan gelden er andere criteria. Het moet niet te duur zijn en het moet toch in de richting gaan van een goede oplossing. Maar dan heb ik me nog niet afgevraagd of dat in de kwaliteit van zorg, in contact met de patiënt wel voldoende is. Dat gaan we in een stadium later doen. En dat vereist een bepaald soort van finesse. En sommige mensen hebben dat en andere mensen niet. En als je dat niet hebt, dan moet je daar toch naar op zoek. Omdat je anders die innovatieketen breekt, zou je kunnen zeggen. Dus dat was een tweede onderwerp wat aan de orde kwam. En die innovatieketen die leidt dus dat onderscheiden van die eigenlijk in eerste instantie obligate stappen, dat creëert een enorme duidelijkheid. Want dat betekent dus dat ik permanent nieuwe ideeën mag hebben. En die worden ook gewaardeerd. Sterker nog, het management vraagt om nieuwe ideeën. Want we zijn op zoek naar nieuwe ideeën. Heb je iets in de krant gelezen? Kunnen we iets doen? Is er hier in de regio iets aan de gang? Heb je een nieuw idee? Kom langs. Maar dat is dan ook een nieuw idee. En dat is ook de enige status die het heeft. En misschien gaan we daar dan eens iets mee doen. En nou is de vraag natuurlijk, hoe gaan we dat dan beslissen? Hoe beslist u nou dat u met een idee iets gaat doen? En dan komen we een klein beetje in het kader van het management van innovatie. Want tussen die verschillende stappen is er een besluitvorming, vindt er een besluitvorming plaats. Maar wie beslist dan waarover? En daar ontstaat een groot verschil tussen de grotere organisaties en de kleinere organisaties. Dus u ziet nu in de grotere organisaties dat er innovation boards komen, waarbij er zoveel innovaties zijn dat je op een hoog niveau zegt, ja, nou moeten we dat even allemaal eigenlijk maandelijks bekijken of zeswekelijks bekijken. Even kijken van waar we staan, wat onze idee daarbij is. Kunnen we een aantal dingen bij elkaar brengen? Kunnen we synergie organiseren? Maar in kleine organisaties heeft dat een veel ad-hockeriger karakter. Is dat in het hoofd van één iemand? Maar het feit dat je die beslissingen neemt en het feit dat je die fase onderscheidt, is iets wat blijft. En dat betekent dus wel dat je dan ook criteria moet hebben om van de ene naar de tweede fase te gaan. Dus het schept ruimte voor jezelf en ook voor de mensen in de organisatie. En het maakt een vorm van sturing mogelijk. En ik zei net al, er is een groot verschil tussen grote en kleine organisaties. Dus wat als ik nou niet zo creatief ben? Wat als ik nou niet, zoals wij met die studenten, jongens in huis heb die dat kunnen gaan maken? Wat als ik nou niet voortdurend groepen patiënten wil belasten met allerlei nieuwe dingen waarvan ik nog niet weet wat het is? Wat als ik nou niet de manpower in huis heb om breed nieuwe dingen te introduceren? Ja, dat is, en dat geldt met name voor kleine organisaties. Gaat de noodzaak om te innoveren niet weg. Maar de manier waarop je dat doet, krijgt een heel erg ander karakter. Dat ga ik dan doen met externe partijen. Dus dat betekent dat je, je doet dat hier, je netwerkt, je vraagt een subsidie aan. Maar je ziet natuurlijk in toenemende mate dat in regio's de regionale samenwerking ontstaat tussen dit soort van trajecten. Maar een van de oplossingen die wij doen, en daarom staat daar kennisinstelling, is dat wij op de Haagse Hogeschool proberen een structurele innovatiepartner te worden voor organisaties in de zorg. Omdat wij denken dat organisaties in de zorg ervoor zijn om zorg te verlenen en niet noodzakelijkerwijs om te innoveren. Dus u zit eigenlijk als organisatie between a rock and a hard place. Omdat u zichzelf moet transformeren in iets anders, maar u bent aan het werk. En uw essentie is dat u aan het werk bent en niet dat u zichzelf transformeert in iets anders. Daarbij komen nog eens de grote bezuinigingen, dus u heeft niet een groot overbudget om externe consultants aan te trekken om daar dingen mee te doen. En daar is dit programma natuurlijk voor. Maar dat gaat de komende 10, 15 jaar blijft dus dat grote dilemma bestaan. En de vraag is dan, als ik dan toch in wil zetten op verandering, en die verandering is strategisch en structureel, dan moet ik eigenlijk een netwerk van partners hebben waar ik mee aan het werk kan. En wie zijn dat dan in mijn regio? Kan ik een mbo organiseren om dingen te doen? Kan ik een hbo organiseren om dingen te doen? Dus ik zei net al dat we dat Parkinson-project deden. Dat doen we met een revalidatiecentrum. Maar met een ander verpleeghuis maken we een domotica-netwerk. U heeft ongetwijfeld gehoord dat de domotica-projecten de laatste jaren in schaalgrootte zijn toegenomen. Dus er zijn een aantal verpleeghuizen. Daar zit nog voor meer dan 1 miljoen domotica in de muur. En vaak werkt dat niet. Om allerlei verschillende redenen. Nou, dat is een zorgelijk dossier, hè? Want die technologie is eigenlijk volwassen. Maar we krijgen het niet aan het werk in de formele zorg en in de instelling. En wat wij doen is daar met studenten naar kijken. En krijgen in een aantal verpleeghuizen krijgen we een aantal locaties. En gaan we met de staf en de medewerkers van de verpleeghuis kijken hoe we dat wel aan het werk krijgen. En door dat te doen repareren we verschillende dingen.
Doordat er voortdurend studenten zijn, is er voortdurend aandacht. En ontstaat er een gevoel van vernieuwing en een cultuur van verandering. Doordat we de medewerkers betrekken, repareren we en compenseren we die frustratie die er is omdat al die dingen niet werken. En doordat we structureel in die organisatie aanwezig zijn, kan het management heel langzaam die cultuur overnemen van voortdurende vernieuwing. Dus je krijgt eigenlijk gratis een vorm van vernieuwing. Gaat dat makkelijk? Nee, dat gaat helemaal niet makkelijk. Want je moet die studenten dan toch managen en plotseling heb ik toch een apart proces. Dus ik moet wel iemand in mijn organisatie daarvoor inzetten. Maar op het moment dat ik structureel dat 4-5 jaar lang doe, dan krijg ik een andere organisatie. Ik sprak laatst met een directeur van een heel klein ziekenhuis en ik zei, goh, we zouden een subsidie kunnen aanvragen. En dan zouden we 4 jaar met u samen kunnen werken. Toen zei hij, ja, dat wil ik wel, maar op voorwaarde dat je 10 jaar met me samenwerkt. En toen zei ik, maar waarom wilt u 10 jaar met mij samenwerken? Ja, ik heb maar één reden, u moet mijn organisatie innovatiever maken. En in dat geval, zei hij nog, ging zijn marktwaarde omhoog. Maar we hebben net in Den Haag, ook van een groot ziekenhuis in Den Haag, diezelfde vraag gekregen. Geef mij 10, 15 studenten, en wij zeiden waarvoor, om ons innovatiever te maken. We hebben eigenlijk geen probleem in onze organisatie. Maar ik wil alleen maar dat mensen hier binnenkomen en ons andere ogen geven. Voortdurend scherp zetten op verder niet ingewikkelde dingen. Normale dingen, vernieuwingen, innovaties, nieuwe technologie, nieuwe ideeën binnenbrengen. En dat is het structureel opzoeken van externe partners. Waarbij je tegen een relatief laag bedrag eigenlijk je associeert met ja, de kans op vernieuwing, zou je bijna kunnen zeggen. En dat is voor kleinere organisaties is dat belangrijker dan voor hele grote organisaties. Voor grote organisaties is het makkelijker te organiseren, maar voor kleinere organisaties is dat eigenlijk belangrijker. Dus dat is dat werken tussen intern en extern. En als ik zou moeten voorspellen wat er de komende jaren gaat gebeuren, dan zou je bijna moeten aannemen dat programma's zoals dit zich zullen gaan intensiveren door de druk, de noodzaak voor die grote innovatie. Maar dat u ook in huis een proces zult gaan starten waarbij de bewustwording en de motivatie om bij te dragen aan innovatie groter zullen worden. Maar onderling kennisnetwerken zult gaan maken. Op welke manier dan ook maar. Bijvoorbeeld door die bestuurdersgesprekken, maar misschien doet u dat regionaal ook. Omdat u anders eigenlijk niet snel genoeg bent. Dus als u een bestuurder bent, u uw bedrijf bestuurt en u bent heel erg directief daarin, dan begrijpt u dat uw bedrijf wordt niet slimmer dan u bent. En in deze tijd waarbij je wezenlijk andere dingen moet gaan doen, moet je eigenlijk sturen in een, ja, je zou bijna kunnen zeggen, netwerkfilosofie waarbij je de kracht uit het netwerk haalt. Iedereen met een intelligent idee wat voor jou van toepassing zou kunnen zijn, moet ik bij mij aan boord hebben. Die geef ik een kop thee, geef ik een kop koffie, daar doen we wat mee. We kijken of we daar wat mee kunnen gaan doen. Maar als ik dat met een groot aantal instellingen in de regio doe, dan kunnen we die onderling doorverwijzen. Sommige mensen zijn heel goed op financiële innovatie, andere mensen zijn heel goed op zorgtechnische innovatie of organisatorische innovatie. En nu hebben we natuurlijk subsidie gekregen van InfoZorg, maar de vraag is of die subsidie blijft. Maar de druk en de noodzaak om te innoveren, die verdwijnt niet. Dus dat netwerk waarin je innoveert, heeft, je zou kunnen zeggen, strategische partners die kunnen werken als je dat structureel zou doen met een kennisinstelling. Maar daar zit ook een hele sterke kenniscomponent aan. En daar zit een hele sterke bewustwordingscomponent aan. En dat is op het moment dat je aan het werk gaat in je organisatie en je probeert te innoveren, dan is het heel vaak zo dat je het gevoel hebt dat het niet kan. Daar bent u niet de enige in. Dus we zitten eigenlijk, ik heb dat gevoel zelf, tegen een dramatisch scenario aan te kijken. Maar u bent daar niet de enige in. Ik doe regelmatig werk in de bibliotheeksector. Een groot deel van de Nederlandse bibliotheek, of een heel aantal, niet het grootste deel. Die zijn nu net 50% gekort in hun subsidie. En die moeten in een jaar tijd gewoon iets heel anders doen, zou ik maar zeggen. Die moeten zichzelf opnieuw uitvinden. In het kader van innovatie en transformatie. Dus dat betekent dat, en daar geldt diezelfde teneur. We kunnen het niet doen met de mensen die we hebben. Mijn mensen zijn gewoon niet up to speed. Die zijn te oud. Die zijn niet zo innovatief. We doen al jarenlang hetzelfde. Dus als ik steeds maar weer met nieuwe dingen kom, dan worden mijn mensen moe. En dat kan zo zijn. Dus we moeten de werkelijkheid niet mooier maken dan het is. Dat kan zo zijn, maar dat is geen goede attitude. Dus mijn mensen kunnen het niet, maar we gaan het toch doen. En vervolgens moeten we een manier vinden om het dan toch te gaan doen. En één van de dingen die daar een rol in speelt, is bewustwording en motivatie. Dus wat interessant is aan iPads bijvoorbeeld, u hoorde vanmorgen het iPad-project en wij doen er ook een aantal in verpleeghuizen, is dat als je iemand een iPad in de hand geeft, en dat was vanmorgen natuurlijk ook de strategie bij Sensire, ze hebben die eerste groep maatschappelijk werkers een iPad in de hand gegeven voor een maand en gezegd van nou, breng een aantal cliënten die een iPad kunnen gebruiken en dan mag je hem houden. Nadat je dat een maand hebt gedaan, ben je eigenlijk een ander mens geworden. Dat is heel merkwaardig, maar je begint plotseling de mogelijkheden te zien van wat je daarmee kunt en hoe dat. En het is maar een ding.
Het is verder ook helemaal geen beleidsbesluit. Of geen, ik hoef geen filosofisch betoog te houden. Je geeft gewoon mensen zo'n apparaat. En vervolgens leidt dat eigenlijk tot een heel andere zicht op de manier waarop je je werk doet. Hetzelfde is gebeurd in de Hoogstraat. Geen idee wat iPads zouden kunnen doen in termen van de revalidatie. We hebben gewoon 10 activiteitenbegeleiders een iPad gegeven. En €50 te goed om applicaties te kopen. Ga je gang. Ik heb geen idee. Iedereen kocht verschillende dingen. Maar na 2 maanden was het helemaal duidelijk dat dat eigenlijk een van de nieuwe platformen was waarop je dramatische verdieping gaat bereiken van je zorg. Maar ook grote efficiëntiewinst, zoals u vanmorgen al hoorde. Waartoe leidt dat dan nog meer? Nou, dat leidt tot een bewustwording in de organisatie dat je eigenlijk vrij gemakkelijk een hele vernieuwing in je werkproces kunt bereiken. Dus naast het feit dat je instrumenteel en wat functioneel een doelstelling bereikt door die iPads te gebruiken voor verbetering van de zorg, of van het verblijf, of het welzijn, zie je ook dat op dat moment er een soort van besef ontstaat bij werknemers dat je eigenlijk op een vrij eenvoudige manier heel anders kunt gaan werken. Ja, als je dat 3 keer achter elkaar doet, dan zijn mensen eigenlijk veel losser in hun hoofd. Die hebben eigenlijk veel minder weerstand tegen de reorganisatie. Dus dat is een belangrijk soort van tweede. Bij mensen betrekken is het natuurlijk zo dat je een idee moet hebben van je organisatie. En er is een groot verschil tussen natuurlijke innovators, de mensen die bereid zijn om direct mee te doen, die dat wel leuk vinden, maar dat zelf niet kunnen genereren, de mensen die geen bezwaar hebben om mee te doen en de mensen die gewoon niet mee willen doen. Dat zijn 4 verschillende groepen mensen. Die gelden in elke organisatie. Dus op het moment dat u mensen nodig hebt in uw innovatieproces, dan moet u eigenlijk 4 gesprekken voeren. En u moet eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ik weet niet, wetenschappelijk onderzoek heeft jaren geleden uitgewezen dat 3-5% van de bevolking echt creatief is. Dus als u in een organisatie met 100 mensen zit, dan zijn er 3-5 mensen die de hele dag met nieuwe ideeën rond u opkomen. Die mensen moet je ook heel vaak in een hokje apart zetten. Daar wordt iedereen heel erg moe van die mensen. Dat is niet een oplossing, zal ik maar zeggen. Die mensen zijn heel vaak een breekpunt in de organisatie en dingen gebeuren op deze manier. En ze hebben altijd een beter idee. Dan word je echt helemaal. Maar die zijn voor een innovatietraject wel heel erg interessant. Op het moment dat ze in staat zijn om constructief bij te dragen. En op het moment dat je ze aan het werk laat, en sommigen daarvan zijn daartoe in staat, dat geldt niet voor iedereen, maar sommigen daarvan zijn daartoe in staat, dan heb je dus een netwerk van innovators in je eigen organisatie. Wie zijn eigenlijk die 5 of 10 mensen in je organisatie die op de boekhouding zitten, of die misschien wel in het restaurant staan, of die misschien ergens in de zorg werken als een verzorgende, die eigenlijk voortdurend nieuwe ideeën hebben, omdat ze zo zijn. Ja, dat is een interessante groep van netwerken. En die kunnen op elk niveau in de organisatie zitten. En de vraag is dan, hoe kom ik die mensen tegen en hoe kan ik ze een reden geven om dat te doen wat ze eigenlijk van nature goed doen, namelijk nieuwe ideeën ontwikkelen? Ja, dat is de vraag. Dus de natuurlijke innovators is een groep die je in de gaten zou moeten houden. De actieve participeerders zijn natuurlijk heel erg interessant, want die groep is vele malen groter. Dus ik heb ooit eens een keer, maar dat is een heel ander voorbeeld, ben ik betrokken geweest bij een onderwijstraject voor alle middelmanagers van de Rabobank. Er waren ongeveer 800 mensen en dat hele traject dat duurde 3 jaar. En de eerste 3 groepen van 20 mensen, dat was echt heerlijk om voor te staan. Je legde dingen uit, mensen begrepen dingen direct, gingen met dat idee aan de haal, maakten er iets mooiers van, waren echt aan het werk. Dat was echt fantastisch. De tweede serie mensen vonden het allemaal heel erg interessant. Een soort van 6 bijeenkomsten van 20 mensen, die vonden het allemaal heel erg interessant. Dat was echt, die zagen het nut daarvan in en als je het nog een keer uitlegde, dan wilden ze daar ook wel dingen mee. De derde groep van mensen, die moest je het echt uitleggen. Die waren ook wel geïnteresseerd en dan moest je echt een kookboek maken van hoe dat ging. En dat kon je dan met iedereen, er zat eigenlijk geen energie in. En de laatste groep mensen, daar moest je voortdurend van zeggen, kunnen we het even centraal doen? Even nog bij de les, jongens, we hebben zo meteen koffie drinken. Die waren echt gewoon helemaal nergens. En wat me fascineerde was, dat was middenmanagement bij de Rabo. Dus dat was niet de mensen achter de balie, dat was gewoon de mensen die allemaal groepen mensen onder zich hadden. En daar zag je in die groep van 800 mensen, dat laten we zeggen, er categorische verschillen zijn bijna tussen die verschillende mensen. Dus op het moment dat u innovatie gaat managen, dan is het dus de vraag, dan ga ik anders naar mijn personeelsbestand kijken. Wie zou het hart kunnen zijn van een bepaalde innovatie? Wie is de eerste aansluiter? Wie heeft daar geen bezwaar tegen? En waar zitten de mensen waar ik niks mee moet? Hè? Zoals u vanmorgen de aanpak van zijn zier is, we gaan het gewoon doen met de mensen die het willen. Dat is een hele goede aanpak, in sommige gevallen. Nou, eigenlijk in de meeste gevallen, moet ik eerlijk zeggen, als we dit soort innovatie doen. Niet in alle gevallen. Maar goed, En wat u vanmorgen ook hoorde bij Sensier is, op het moment dat je het gaat doen,
En dan ontstaat er eigenlijk een ander soort van energie. Er ontstaat een soort van vliegwielkracht. Dat mensen denken, goh, daar gebeurt iets leuks. En dat wil ik eigenlijk ook wel. Kan ik meedoen? En de vraag is dan hoe je dat communiceert. Hoe creëer je die energie in je organisatie? Dus op het moment dat je mensen betrekt, dan betrek je mensen in een traject van innovatie. En de vraag is dan, hoe kijk ik naar mensen in een, vanuit een visie van innovatie en hoe kan ik ze betrekken? Dus als u een cultuur van innovatie wilt creëren, dan moet u eigenlijk altijd met innovaties bezig zijn. Er moeten eigenlijk altijd kleine innovaties plaatsvinden. U moet ook altijd succesvol zijn in die innovaties. Het kan niet zo zijn dat u een innovatie start en dan 6 maanden later moet concluderen dat het helemaal mislukt is. En dan start u weer een nieuwe en dan weer 6 maanden later concluderen dat het weer helemaal mislukt is. Als u dat 2 keer of 3 keer doet, dan heeft u uw organisatie eigenlijk in een hoek zitten waar u die niet wilt hebben. Dus wat handig is in dat traject is dat u kleine innovaties zoekt. Of misschien wel kleine dingen implementeert die eigenlijk geen echte innovaties zijn. Maar die bijdragen aan een losheid en een vrolijkheid en een kleine vernieuwing. Waarvan u al weet dat ze succesvol zijn. Een iPad-project is een voorbeeld. Het inzetten van een iPad met bewoners of met cliënten. Dat kan eigenlijk niet fout gaan. Het leidt tot een heel ander soort van energie bij activiteitenbegeleiders en verzorgers en vrijwilligers. En je moet daar tijd aan investeren, maar het kan eigenlijk niet fout gaan. Dus ik heb op het moment dat ik innovatie manage een aantal hele grote projecten. En ik heb een aantal hele kleine projecten. En ik moet een mix hebben van dingen die goed gaan en dingen die fout gaan. Dus in mijn innovatiemanagement manage ik ook dat ik elke 6 maanden succes heb. Een nieuw succes met een nieuw innovatietraject. Want anders dan gaat de lucht eruit. Dan hebben we gewoon een dingetje gedaan. En dan daarna dan zijn we weer business as usual. Dus ik moet een ding doen en vervolgens moet ik 6 maanden ergens anders iets doen. En dan moet ik 6 maanden ergens anders iets doen. Die dingen vinden plaats op verschillende punten in de organisatie. Dus dat betekent dat als ik in de financiële administratie iets dramatisch heb gedaan, dan moet ik dat wel aan andere mensen gaan vertellen. Ik was laatst in een GGZ-instelling en die hadden nog geen EPD. En de leverancier van die EPD die zei, als u een EPD implementeert, dan garandeer ik u dat uw omzet met 20% omhoog gaat. Nou, dat was voor de bestuurder, zou ik maar zeggen, een enorme eye-opener. Die dacht gewoon, wij doen business as usual. En een EPD, dat legt gewoon vast wat wij doen. Dus een EPD implementeer ik wel, het kost veel geld, het ordent de zaak een beetje. Maar het heeft eigenlijk gewoon, het heeft geen toevoeging op de baseline. Maar omdat mensen anders gaan registreren, leidt het plotseling tot een heel andere business case. En dat was eigenlijk een enorme innovatie. En op het moment dat je dat communiceert naar je mensen, dan ontstaat er dus een gevoel. Een bewustwording of een besef van dat ze wel aan het werk zijn, maar een groot gedeelte van hun werk eigenlijk niet registreren. En dat het, als je dat wel doet, bijdraagt op een andere manier tot de organisatie. Maar het draagt eigenlijk ook bij tot reflectie op je arbeidsproces. Nou, de vraag is dan, hoe ga je om met die innovatie? Implementeer je het gewoon, praat je er nooit meer over en dan strijken we die 20% op? Of maak je mensen daarvan bewust? En het bewust maken van je medewerkers van wat die innovatie eigenlijk betekent, is een heel belangrijke factor. Dus als er ergens in uw instelling innovatie plaatsvindt, dan is het belangrijk dat andere mensen dat ook weten. Want ik kan niet op dezelfde plek voortdurend innoveren. Dus ik innoveer hier of daar of daar of daar of daar. Dus de communicatie rond innovatie creëert dat gevoel. En op het moment dat je die openheid wilt hebben en die energie, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je ook aan de medewerkers vertelt waar het over gaat. En dan de laatste. Het laatste thema wat in die bestuurdersgesprekken naar voren kwam, was, dit is Nederland. U ziet hier de omzet van uw instellingen en dit is het aantal instellingen in uw sector. Dat aantal is altijd verkeerd, hè, dus, maar het gaat een klein beetje om de verhouding. Dus wat het interessante hiervan is dat het aantal grote instellingen natuurlijk minimaal is en het aantal kleine instellingen veel groter. Dus op het moment dat we nou praten over een innovatie-ecologie, dit is het aantal werknemers, dan krijg je dus zoiets als dit. Ik heb honderden en honderden en honderden vrij kleine organisaties en een aantal hele grote. En u begrijpt natuurlijk net zo goed als ik dat in hele kleine organisaties innovatie op een hele andere manier plaatsvindt dan in die hele grote. Die hele grote die hebben beleidskracht en die hebben wat extra fondsen over en die kunnen dat anders aansturen. De innovatie in een grote organisatie is een heel erg ander beest, echt een ander beest, dan innovatie in een kleine instelling, waar je alleen als bestuurder ervoor staat en misschien met 1-2 mensen is overlegd tijdens de koffie of we iets leuks of iets nieuws gaan doen. Maar het is in beide gevallen van belang dat we die komende 10, 15 jaar doorkomen. Het is in beide gevallen van belang dat we ons transformeren naar de toekomst toe.
Dus ik denk dat in het kader van het management van innovatie, dat het heel belangrijk zou zijn dat grote groepen, kleine organisaties bij elkaar gaan zitten om te kijken van wat is nou de dynamiek. Want hier aan de onderkant is innovatie echt een wezenlijk ander proces dan aan de bovenkant. En beide hebben de verantwoordelijkheid om die innovatie in te zetten om zich te transformeren naar de toekomst toe. Dus dat is een klein beetje de thema's die aan de orde zijn gekomen.